bij een brand in verzorgingstehuis Sint Joris in Oorschot is gisteravond een 83-jarige bewoner om het leven gekomen. De man liep bij de brand ernstige brandwonden op. Hij is nog met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar ook daar konden ze hem niet redden. De brand was snel onder controle. Vermoedelijk is die door de man zelf veroorzaakt toen hij een sigaar rookte op zijn kamer.